Hallo allemaal en een hele fijne hallo allemaal en welkom bij de allereerste aflevering van het nieuw seizoen van Vraag Vakantie Vincents. En sinds ik het aan jullie heb gevraagd gisteren heb ik nog nooit zoveel onzin en bullshit vragen over me heen gehad als de afgelopen 24 uur. En ja, daar ben ik eigenlijk best dankbaar voor, want het is echt best wel knap dat dat zich kan manifesteren in 24 uur. Maar goed, ik ga er geen antwoord op geven, want ik denk dat jullie me wel langer kennen dan vandaag. Vincent beantwoordt geen bullshit. Er zaten ook twee normale vragen tussen, gelukkig. En ik ga dit seizoen het anders doen. Ik ga één vraag per keer beantwoorden en we maken er een kleine beknopte vraagvakantie Vincentjes van, zodat jullie snel van het geluiter af zijn en weer door kunnen met jullie leven. Die ga ik elke vrijdag om 4:44 posten. En dat is hartstikke leuk. En dan kunnen jullie lekker vragen en dan kan ik lekker beantwoorden. En dat moeten wij allemaal lekker weten. Maar goed, ik had van een van jullie een vraag gekregen. Joh, wanneer begint de kaartverkoop voor je theatertour? Nou, als je een beetje had opgelet, ik ben nog steeds vakantie aan het vieren. Ik ben 20 april weggegaan bij Pistache Café. En per 1 mei treed ik dan uit de VOF. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Dus ik heb een maand vakantie voor mezelf gereserveerd. Dus 20 mei ga ik echt hardcore aan de slag. En dan ga ik theaters boeken, zoeken. Nee, eerst zoeken en dan boeken. Ik ben al een beetje bezig aan het rondkijken. Dus dat, en dan zijn jullie de eerste die het van mij horen. Hè? En ik denk dat als ik ze geboekt heb, dat ik ook zo'n kaartverkoopdingetje in de lucht moet gaan doen. Maar ik moet het dus allemaal gaan uitzoeken, want het is allemaal nieuw voor mij. Dus dat, ik sta wel in Club Haug, 7 juni, als het goed is. Want ik zou eigenlijk 24 mei daar gaan staan, maar ons Binky, onze trouwe viervoeter, die gaat afscheid nemen van de aarde. En dat kost mij een aantal repetitiedagen. En als ik iets doe, wil ik het wel goed doen. Dus ik heb gevraagd aan de meneer van Club Haug of ik het kan verzetten. En ik denk wel dat het goed komt. Dus vooralsnog sta ik 7 juni in Club Haug. Mocht het veranderen, dan horen jullie dat van mij. Maar hou voorlopig dan maar even rekening met 7 juni in Rotterdam. Nou, dus dat, jongens. Ik zou zeggen een hele fijne hallo allemaal. Maak er een niet al te heftig. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Hè? Weekend van. En een hele fijne hallo allemaal. Hallo.